Ze hadden zo'n zin in de kerstviering, de leerlingen van basisschool Mareland in Leiden. En nu moet het ineens anders. Ik vind het niet gezellig, maar ik wens iedereen een fijn kerstmis. Het kwam bijzonder onverwacht, moet ik zeggen. Ik riep gisteren heel stellig tegen collega's en iedereen die ik tegenkwam. Alles gaat vast en zeker weer dicht, maar de basisscholen toch zeker niet. Dus toen, eigenlijk nog voor de persconferentie het bericht kwam van de basisscholen gaan vanaf woensdag ook dicht, was het heel erg schakelen. Er is bij de basisschool wel begrip voor de harde lockdown, gezien het toenemende aantal coronabesmettingen. Ja, daar horen dan de basisscholen ook bij. Ik hoorde wel dat minister De Jonge zei dat hij hoopt dat ouders dan juist meer thuis gaan werken. En dat vind ik dan praktisch voor ouders eigenlijk een stuk uitdagender. Om thuis ook goed je werk te kunnen doen. Hè. Dat hebben we in de eerste lockdown ook gezien. Dat het helemaal niet meevalt om je eigen werk gewoon goed naar behoren te blijven doen. Terwijl je ook thuis kinderen moet zorgen dat ze hun schoolwerk kunnen maken. En de tijd en ruimte daarvoor faciliteren. Het is gewoon anders geworden. Dat is niet zo fijn. En na de kerstvakantie zullen de leerlingen toch weer les krijgen via een beeldscherm. Dat vind ik minder leuk dan nog gewoon op school, want ja, gewoon echt je juf zien, dat is veel leuker. Want je kan haar ook gewoon knuffels geven. Dus ik vind dat gewoon fijn. 3, 2, 1. Vrolijk kerstfeest!